Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Fobetta. Ik ben Jan-Willem en deze keer gaan we kijken naar opgave nummer 3 van het oefen-SO voor klas 3 HAVO elektriciteit. En bij deze opgave gaan we kijken naar elektriciteit en prijzen. Elektriciteit kost in Nederland ongeveer 20 cent per kilowattuur. Hoeveel kost het om een lamp van 60 watt één dag lang te laten branden? Dus we hebben als eerste natuurlijk een prijs. En dan kunnen we zeggen we hebben een prijs van 0,20 euro per kWh. Of per kilowattuur. Dan hebben we verder dat we een lamp hebben met een vermogen van 60 watt. En die gaan we een tijd laten branden van 1 dag. Dan kunnen we natuurlijk nu gelijk zeggen de energie die we daarbij gebruiken is gelijk aan P maal T. Nou, P, dat is een beetje onhandig, want we moeten natuurlijk wel de tijd in kilowatt hebben om kilowatturen te krijgen. We hebben hem nu in watt. Dus ik heb hier 60 watt. 60 watt is hetzelfde als gedeeld door 1000, 0,06 kilowatt. En hetzelfde, één dag is 24 uur. Dus ik ga 0,06 kilowatt vermenigvuldigen met 24 en 0,06 keer 24, dat is 1,44 kilowattuur. Nu weten we dat 1 kilowattuur 20 cent kost, dus als we 1,44 kilowattuur hebben en dat doen we keer die 20 cent, dan krijgen we gelijk onze prijs in euro's. En dat betekent dat het ons 0,29 euro, oftewel 29 cent, per dag gaat kosten om deze lamp te laten branden. Dit was voorbeeld opgave nummer 3. Bedankt voor het kijken en wederom tot een volgende keer.